Hele goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie lekker hebben geluncht. Ik zie je daar nog de lunchtasjes staan. Wij gaan verder met onze tweede ronde aan pitches op de Innovation Expo in samenwerking met Accenture. We hebben een paar hele leuke start-ups op het menu staan. En dat gaat in deze ronde over healthy living. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal wel. Maar we hebben ook bij elke inleiding van de pitches een inleidende spreker. En we trappen af met Jelle Nijdam. Die komt helemaal over uit New Delhi, uit India. Ik geloof dat hij nog een beetje qua klimaat moet acclimatiseren. Hij is namelijk innovatieattaché. Ja, vroeger hadden we ambassadeurs, All Boys Networks. Die zaten dan heel veel te borrelen. Maar volgens mij moeten de innovatieattachés tegenwoordig heel hard werken. Die zijn er voor de economische diplomatie. En ervoor te zorgen dat de kennis die we hebben in Nederland, dat die in andere landen, van China tot India tot aan Brazilië, dat die verder komt. En ik wil hem heel graag het woord geven. Jelle, the stage is yours en hier is je microfoon. Goedemiddag allemaal. Ja, helemaal uit Delhi. En waarom? Ik ben er voor innovatie. En ik ben met een hele hoop collega's om jullie te helpen als jullie willen gaan innoveren in het buitenland. Om jullie te helpen van contact naar contract. En hoe doen we dat? Om te zoeken voor jullie de juiste partijen in onze landen. Om daar contact mee te maken, om die te vinden. En jullie dan te verbinden aan die spelers. En samen te innoveren en projecten te draaien. We zitten in alle landen in de wereld waar het toe doet. Amerika, Japan, Tokio. We zitten ook in de kleinere landen. Israël, Turkije. Maar ook in de landen met de grote opkomende markten. China, Brazilië en India. En hoe doen we dat nou? Bijvoorbeeld, ik woon in Delhi. Daar heb je smog. Heel veel smog. Dat willen ze heel graag elektrisch gaan rijden. En waar is Nederland goed in? Is oplaadinfrastructuur. Met 3 bedrijven hier vanuit Amsterdam die oplaadpalen maken, zijn we samen aan het kijken hoe wij als eerste in India oplaadpalen kunnen neerzetten. Om daar niet alleen geld te verdienen, maar ook om India en Delhi schoon te maken. Als jullie willen innoveren in het buitenland, kom naar mij, kom naar mijn collega's. Wij zitten in de i-lounge op de benedenverdieping. Wij kunnen jullie helpen met de juiste contacten en de juiste contracten. Dankjewel. Dankjewel Jelle. Ja, hou die microfoon nog maar even. Dan kan je nog even. Want volgens mij werden we toen allemaal wakker dat hij MKB-bedrijven aan het helpen is met elektrische laadpalen die dan naar India gaan. Dat lijkt me niet zo makkelijk. Ik bedoel, een paar leuke enthousiaste jongens van New Motion die dan naar zo'n land als India moeten. Ik bedoel, hoe kun je ze helpen dan? Nou, business doen in India is heel belangrijk dat je de juiste mensen kent. Bij de overheid, bij bedrijven, bij kennisinstellingen. Ik woon al 4 jaar in India. Ik doe een beetje India's. Ik weet wie dat zijn. Stip op je voorhoofd? Ik heb een stip op mijn voorhoofd. Ik weet ook hoe je een beetje Hindi praat. Ik kan ze introduceren bij de juiste mensen op het juiste niveau. Die nemen beslissingen en dan samen doen we pilotprojecten. We gaan de eerste 100 laadpalen in India gaan we gewoon neerzetten. Oranje schilderen. Om te laten zien dat het gewoon kan. Uh-huh. De Fransen met hun auto's, de Japanners willen graag komen. Maar die kijken allemaal wie gaat die eerste paal neerzetten. En dat gaan wij gewoon doen. Dat is slim. En er stond laatst een heel kritisch artikel in het Financieel Dagblad dat het MKB ook echt de boot aan het missen daar is in India. Denk je ook echt dat dat zo is? Dat MKB'ers zich wat meer moeten openstellen ervoor? Dat het echt wel kan in India? Nou kijk, als je naar de economische groei van India kijkt, bijna 8%. En er zijn 1,2 miljard Indiërs in de wereld. De interne markt groeit met de 10% tot 15%. Dus als je echt wil aansluiten op de grootste economie en de grootste groeiende economie in de wereld, dan moet je in India zijn. Maar ja, het is niet makkelijk. Nee. Maar dat is precies waarom wij er zijn. Daarom ben jij er. Daarom is Jelle er. Dus, oké, als jullie denken van nou, India klinkt interessant, schiet Jelle even aan. En wie weet ligt de Indiase markt dadelijk aan je voeten. Hartstikke bedankt. Oké.